Meter 82 gooide de winnaar van het nummer discuswerpen tijdens de internationale atletiekwedstrijden in Amsterdam. Het hoogspringen werd een overwinning voor de Amerikaan Phillips, die royaal over 1,95 meter kwam. Onze landgenoot naakt geboren won het verspringen, 6 meter 91,5. De finale van de 110 meter horde nam de Amerikaan Ettelsee voor zijn rekening in 14/16 seconde, voor de Fransman Marie. De Nederlanders Van der Hoeven en Zwaan werden derde en vierde. Een van de mooiste onderdelen van het uitgebreide programma was de 1500 meter hardlopen, waarin onze kampioen Slijkhuis het moest opnemen onder andere tegen de Zweden Blixt en Swedemeyer en de Amerikaan Robinson. Op de helft van de race liep Slijkhuis weg van de anderen, steeds verder en steeds sneller. Met 6 seconden voorsprong op Robinson beëindigde hij de race in de zeer goede tijd van 3 minuten en 53 seconden. Ten slotte de 100 meter dames, waarop de Friese loopster Foekje Dillema haar beste tijd noteerde, 12 seconden. Zij gaf de andere deelnemsters niet veel kans. Deze Skymasters zien